zijn hier bij de gloednieuwe fietsenwinkel van coureur Brussels. Ik heb net een bezoek gebracht bij Felix en Geran die net hun winkel hebben ingehuldigd. Jammer genoeg in moeilijke omstandigheden. Op de dag van de ondernemer wilden we even op bezoek komen. Het is wel echt tof dat ook zelfs in deze moeilijke tijden dat er jonge ondernemers zijn in Brussel die zo'n initiatief nemen. Op een heel innovatieve manier, want het is denk ik wel een gat in de markt. Wij zijn Felix en Geran en wij zijn sinds vorige week woensdag onze eigen fietswinkel begonnen. Het idee is ontsproten in de eerste lockdown en nu zijn we eigenlijk dan echt begonnen in de tweede lockdown. En denk ik dat we ons daar zelf wel zullen doorspartelen. Ja. En hebben nu voor veel dingen iets meer tijd om alles iets meer over na te denken, zaken beter in te richten. Dat we geen financiële kater overhouden, is dat voor ons. Het is wat dat is. En we wisten eigenlijk in de eerste lockdown, we hebben dat een paar keer tegen elkaar gezegd, van was er sprake. De kans is groot dat we in november terugprijs gaan hebben. En hij heeft het al een paar keer gezegd. Telkens als we de vraag stellen, zouden we het opnieuw doen? Is het antwoord gewoon volmondig ja. Dus in dat opzicht twijfelen we nog altijd niet aan ons plan en ons idee. En geloven er nog meer dan 100% in. Absoluut.